Je kunt zijn wie je wilt zijn op social media. Iedereen heeft een eigen manier van zichzelf laten zien. Maar wat zegt dat nou over de echte jou? Stel je voor, je bent iemand die thuis heel stil is en timide is. Maar op social media plaats je alleen maar video's en foto's dat je met je vrienden aan het chillen bent en uitgaat. Of stel je voor, je bent iemand die heel populair is en heel veel vrienden heeft. Maar je plaatst op social media alleen maar inspirationele quotes en sad muziek. Kan het lijken dat je op social media heel anders lijkt dan hoe je bent in het echt? Al die online vrijheid is natuurlijk fantastisch, maar het kan ook een keerzijde hebben. Als jij de hele tijd mensen ziet die half naakt op Instagram staan, denk je misschien dat jij dat ook moet doen. Maar wil jij dat wel? Meer info of tips over hoe jij jezelf laat zien op social media, check dan jouno30.nl.